Nou, een deel is al vanuit de gang naar de zaal gekomen en de andere helft realiseert zich nu van hé, ze zijn al begonnen, laten we ook eens een plek zoeken. Nou, dat geeft helemaal niks, kom gezellig naar binnen. Maar dan stel ik voor dat we even nog een mooi lied met elkaar zingen, voordat we echt van start gaan. En dat volgende lied is Groot is uw trouw, o Heer. Dus terwijl iedereen achterin de gang binnenkomt vallen of een plekje opzoekt, gaan we nog één lied zingen. Groot is uw trouw, o Heer. Nou, heerlijk dat we met... het lijkt erop dat iedere avond er weer meer jongeren komen. Alsof jullie eerst zelf komen en daarna nemen jullie vrienden mee en dan weer de buurman van die vrienden. Geweldig. Ontzettend hartelijk welkom jullie allemaal. Een bijzonder woord van welkom aan... Ja, waar is hij? Geen idee waar Koos uit hangt, maar ik ben met hem meegekomen hier. Dus hij waart hier ergens rond. Koos, geen idee waar je bent, maar fijn dat je er bent. En we zien erg uit naar welke boodschap de Heer je op je hart gelegd heeft om vanavond met ons te delen. Ik heb jullie welkom geheten en misschien is het wel net zo mooi dat we ook meteen elkaar even welkom heten. En dan zingen we aansluitend een psalm, psalm 68, vers 10 en 16. Maar dan doen we eerst even een moment van opstaan en even elkaar welkom heten. En als er iemand onbekend naar je zit, dan stel je natuurlijk even voor. En misschien is het ook wel heel mooi dat je een wens uitspreekt voor vanavond. God zegen kan, of misschien een mooie bijbeltekst. Wees creatief, maar wens elkaar in ieder geval het goede en stel elkaar even, ja, stel je even aan elkaar voor. Ik zou zeggen, ga staan en begroet elkaar.
thema van vanavond is wie geloof jij eigenlijk? En daar gaat Koos strakjes op in. En ik wilde met jullie, een beetje naar aanleiding van dat thema natuurlijk ook, een klein stukje lezen uit Handelingen, Handelingen 16. En dat is dat bekende gedeelte waarin er eerst gesproken wordt over het hart van Lydia de purperverkoopster, die geopend wordt en ontvankelijk wordt voor het evangelie, wat haar hart bereikt en waardoor ze niet alleen in God gelooft, het Jodendom, maar ook daadwerkelijk gelooft in de Heer Jezus Christus. En daar wordt Paulus voor gebruikt en dat gaat dan verder. Dan komt ook nog die vrouw ter sprake die een waarzeggende geest heeft en die veel geld in het laadje brengt voor allerlei hoge bazen waar ze voor werkt. En Paulus bevrijdt haar van die boze macht in haar. En dan worden ze allemaal boos en jullie kennen de geschiedenis. Ik herhaal hem kort voor je. Je het even weer helder op het Netflix hebben, want we stappen midden in het verhaal binnen. Paulus en Silas worden gevangen genomen, door de straten van de stad heen gesleurd, gegezeld, onrechtvaardig in de gevangenis geworpen. En dat allemaal omdat ze de kracht van de Heiland hebben laten zien, Jezus Christus. En dan komen we waar ik met jullie een paar versen wil lezen. Dan zitten ze midden in de donkerste plekje van de gevangenis. Het meest smerige plekje, denk ik, dat je ook wel kunt voorstellen, met hun voeten vast in een, waarschijnlijk een houten blok, kunnen geen kant op, met een opengeslagen rug op de smerige vloer vol met vieze beesten. En dan dit, ben je zo onrechtvaardig behandeld, dan zit je op de meest verschrikkelijke, je zou zeggen, godverlaten plek. Ik hoop dat je me voelt en dat je hem snapt. En dan dit, op die, zo lijkt het, godverlaten plek. En omstreeks middernacht, zegt vers 25, baden Paulus en Silas. God heeft jullie volgens mij verlaten hoor, Paulus en Silas. En ze bidden niet alleen, ze zingen lofzangen voor God. Te midden van de ellende, te midden van alle wanhoop, is hun hoop en verwachting van God alleen. En ze zingen zelfs. Nou, en wat ik zo mooi vind, het is een klein detail, je zou er zo overheen lezen. En de gevangenen luisteren naar hen. Zie je dat voor je? Twee mannen die onbarmhartig gemarteld zijn, op de meest smerige plek liggen waar je maar ligt, en dan te midden van al die ellende God loven en prijzen, en de overige gevangenen die terecht in de gevangenis zitten waarschijnlijk, die luisteren ernaar. En dan gaan we verder. En er vond op dat moment plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. Met als gevolg dat onmiddellijk alle deuren van die gevangenis geopend werden. En de boeien van alle raakten los. Dat is toevallig. Of zou er een bedoeling achter zitten? Nou, dit. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, realiseerde zich, dit kost mijn dood. Als er eentje kwijt is, dan komen ze mijn leven halen. En hij wilde dus ook zichzelf van het leven beroven. Hij trok een zwaard en hij zou zichzelf inderdaad van het leven hebben beroofd, omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. En dan roept Paulus het met grote stem, met luide stem. Doe jezelf geen kwaad, want we zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen. En hij begon erg te beven en hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en hij zei, heren, wat moet ik doen? Kunnen jullie mij vertellen? Ik heb nou toch iets meegemaakt. Wat is dit? Wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Een heerlijke vraag, hè? Ik hoop dat je die vraag herkent in je leven. Dat je die vraag ook gesteld hebt. En dat jou ook dit antwoord is gegeven. En dat je daar toen ook aan gehoor hebt gegeven. En als je dat nog nooit die vraag gesteld hebt, nou, dan is vanavond niet te laat om die vraag te stellen. Doe dat. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik nou doen om gered te worden? En dan klonk het hele eenvoudige antwoord. Niet een heel wijs stappenplan, nee. En ze zeiden, Paulus en Silas zeggen het. Wat jij moet doen, is waar wij over gezongen hebben. Geloof in de Heer Jezus Christus en dan zul je gered worden. Dan zul je zalig worden. Echt waar. En niet alleen u, maar dat geldt voor je hele gezin. Als je gezin gelooft, ook zij. Niet alleen voor jou exclusief, maar dat evangelie is zo breed, joh, daar kan iedereen bij hoor. Ook je gezin mag komen. Allemaal. De vraag, wie geloof je eigenlijk? Als je het nu aan de cipier zou vragen, ik stop verder met Bijbellezen, het gaat nog verder. Maar als je het aan de cipier zou vragen, dan zou dit nu wel weten. Ik geloof in de Heer Jezus Christus. Ik wil graag met jullie bidden en danken tegelijkertijd. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze jongerenavond
komen we in het gebed tot u. En dan danken we u ook allereerst dat we hier met alle techniek zijn. En het is allemaal weer geregeld. Het staat allemaal weer. We zijn hier allemaal veilig gekomen. Dank u wel daarvoor. We hebben net al een paar prachtige liederen gezongen. Heren, u heeft het gehoord. We danken u voor uw woord, heren. Het is uw woord waardoor we verwachting hebben. Waardoor we hoop hebben. Waardoor er die echte, intense vreugde is in ons leven. Die niet meer weggaat. Tenminste, dat geldt alleen voor diegenen van ons die ook daadwerkelijk met een waar geloof omhelst hebben. Die net als de cipier de vraag hebben gesteld, wat moet ik doen? En u zijn gaan geloven. Heere God, en dat is niet vanzelfsprekend, want ons hart, ook als we u al wel zijn gaan geloven en gaan leren liefhebben, ons hart is zo makkelijk geneigd om de verkeerde kant op te gaan. Om eigen paden te kiezen en eigen gedachten te koesteren en eigen verlangens vast te houden. Heren, daarom, of we nou u al wel kennen, of dat we u nog ten diepste niet kennen, wij allemaal hebben uw tegenwoordigheid, uw Heilige Geest nodig. In het luisteren zometeen, en ook voor Koos, als hij straks vanuit uw woord een boodschap hoopt te brengen, dan heeft hij ook uw Heilige Geest nodig, dat de dingen die hij heeft voorbereid, dat dat weer helder voor de geest komt en dat hij dat door mag geven zoals hij het had voorbereid. En dat dat niet alleen woorden zullen zijn, maar dat dat woorden zullen zijn in betoning van geest en met kracht. En dat kan Koos niet maken, en dat kan ik niet maken, dat kan jij daar niet maken, dat kunnen wij hier samen in Goes niet maken. Heren, dat kan u alleen. En daarom is onze hoop en onze verwachting en onze hulp alleen van u. En daarom spreken we dat ook aan u uit. En heren, we danken u voor de wonderlijke dingen die u de afgelopen avond al gedaan heeft. Jongeren die aangeraakt werden, die niet langer wilden verder leven met een halfslachtig leven of met een dubbel leven. Maar die wilden gaan voor u, leven voor u. Heren, help ze standvastig te wandelen achter u aan. En voor degene die tot op de dag van vandaag nog steeds in ongeloof en onwil voortleven, wat voor een excuus dan ook ze gebruiken. Heren, zoals dominees dat soms zo mooi bidden, word ze te sterk. Een term die zo waar is. Heren, kom krachtig over met uw Heilige Geest. Dat u ons hart inwint voor u als dat nog niet gebeurd is. Heren, zo hebben we u heel veel te vragen, omdat we ons realiseren dat we van u afhankelijk zijn. Tegelijkertijd, u zegt dat u onze vader bent als we uw kinderen zijn. En dan weet u precies wat we echt nodig hebben. En heren, dan zijn ook al die dingen die we u niet gevraagd hebben of waar we u nog niet voor gedankt hebben. Heren, u weet het precies. Dank u wel, Heere Jezus, dat u aan de rechterhand van de Vader zit. En dat u onze gebeden hoort, ze zuivert van alle zonden en ze als een heerlijk reukwerk voor de Vader brengt. Heere Jezus, dank u wel dat u voor ons voorbeden doet. Want ons gebed is te kort en vol gebrek. Heere, zegent u ons zo, ons niet om ons, maar dat uw naam verheerlijkt zal worden. En dat als we vanavond weer naar huis gaan, dat we zeggen, ja, we hebben niemand anders gezien dan Jezus en Jezus alleen. Heer, dat is ons gebed en dat is ons verlangen. Om Jezus wil. Amen. We gaan twee liederen zingen. Spreek, o Heer, en Als een hert. En Als een hert gaan we ook een Engelse versie doen, toch, Ted? Ja, dus nou, dat komt op de beamer vast goed. Spreek, o Heer, en Als een hert. En dan doen we de Nederlandse en wat Engelse, maar dat wordt duidelijk. En daarna, Koos, ik weet, heb je nog niet gezien, ik kan je niet zo zien in het donker, maar die zit vast hier ergens, dan is het podium voor Koos. Spreek, o Heer, en Als een hert. En misschien is het wel mooi om een keer staand te gaan zingen. Zullen we dat doen? Staande de liederen zingen. Dat ons houdt.
Oh, no.
Beter als dat oor. Allemaal goede avond, fijn dat jullie er zijn. En een groot gedeelte zit in Doorn op dit moment bij de jongerenavond die daar georganiseerd is. We hebben Marcel daar weggehaald. En is er nog zo'n grote groep hier, geweldig. Ook u thuis, als u straks meekijkt. We hopen dat jullie een openbaring krijgen vanavond. Dat er een heleboel jullie duidelijk gaat worden. Nou, dat is een hoge verwachting en die mag je ook hebben. Niet van mij, maar van de Heer. Wat geloof je nu eigenlijk? En dan wil ik eerst beginnen met een liefdesverklaring. Zoals jullie weten hebben wij 3 dagen op de reformatorische beurs gestaan. De familiedagen in Gorinchem. En wat heeft de Heer ons daar onderwezen? Onder andere hierin. Dit is jullie achterban. Houd van ze. En wat is dat gebeurd, Ted? Ja, enorm. Persoonlijk en ook alle anderen, ik denk dat Edmund, die was er ook bij, nog meerdere van hier. Ontving ik van de Heer zo'n innerlijke liefde en vrede, dat ik hoopte dat de beurs nooit meer ophield. Ik wilde daar wel opgesloten worden voor de rest van mijn leven. Er was liefde naar God en van God. Liefde naar de mensen, van jij daar onderling. Liefde naar onze achterban, de reformatorische gezinten. En deze liefde onderwees ons allen bij jij daar. De volgende les die we kregen was: wees dankbaar en zuinig op de kerk die de Heer je heeft geschonken, ons heeft geschonken. En juist door dit alles ben ik me enorm bewust geworden van deze spreekbeurt vanavond. En waarmee ik hoop te gaan spreken. Ik ben een man met veel lek en gebrek. Ik ben gevormd door mijn verleden en door mijn heden. Maar door de genade van de Heere God, door de genade van de Heer Jezus, mag ik dagelijks wandelen met de Heere. De ene dag gaat dat beter dan de andere dag, zeg ik er wel bij. Zondig als dat ik ben. Zondig, maar wel gered. Door Hem die mij heeft getrokken. En door het dagelijks wandelen met God en door het jarenlang luisteren naar preken en door het vele lezen in de Bijbel, zie en hoor ik dingen die ik dan ook graag weer wil uitdragen. En dan komt hij. Uitdragen met heel me hebben en me houden. Temperamentvol. Soms iets wat agressief. Niet bang voor de confrontatie. Recht voor zijn raap. En als het dan maar moet, nou ja, dan maar ruzie thuis. Is het de juiste weg? God weet het. Weet echter ook dit, en dat ben ik ook goed beseft, dat de mens, en in dit geval ben ik dat vanavond, kan er zomaar de reden van zijn, de mensen, de weerhouder van zijn, dat jij binnenkomt in het koninkrijk van Jezus. Om te leven tot Gods eer. Andersom kan het ook. En voor deze genade bid ik. Het eerste, het volgende wat ik jullie mee wil geven is dat je heel goed bewust moet zijn dat de volgende stelling een absolute waarheid is. De ware heiligheid en de ware reinheid is hier altijd maar ten dele, aan deze kant van het graf. Het scheelt zelfs soms per dag deel. Wat blijft er nog tegen onze zin in? Veel menselijkheid over in de harten van de kinderen van God. Karakters, emoties. En die daardoor weer inzichten geven, worden hierdoor gevormd en blijken zekers te weten mee te doen totdat we sterven of totdat de Heer Jezus terugkomt. Geldt voor mij, geldt voor jou, geldt voor iedereen in onze achterban. En je zal er vanavond meer over gaan horen. En dan zijn er in onze kerken ook nog eens van die gevoelige kwesties die zo licht ontvlambaar zijn, ontvlambaar, dat als je er alleen maar naar wijst, je overhitte discussies krijgt. En de verdraagzaamheid is ver te zoeken. En dan ontstaan er regelmatig karikaturen van mensen en standpunten. En ik wil ook zeggen, dan zie je ook niet bepaald de mooiste kant van de mens naar boven komen. En dan maar niet meer over praten. Hetgeen betekent dat we dan niet meer te corrigeren zijn. Dat is geen optie dus. Want dat doet God ook niet. Lees bijvoorbeeld eens wat die jonge Timotheus en Titus voor een opdracht te krijgen van de Heilige Geest. Ze moesten de mond stoppen, ja echt zo staat het er in de Statenvertaling, van de mondige mens met zijn hele hebben en houden. En die dingen leerden die niet juist waren. Lees komende weekend eens deze 3 brieven, zijn echt niet groot. 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus. Het is een zeer indringende waarschuwing voor jou en voor mij.
Pas op voor de mens en zijn geluid. Hoe nu vanavond te luisteren? Hier in de zaal en straks via internet. Nou, ik bied je een mogelijkheid en volgens mij is dit de enigste mogelijkheid. Als het dus waar is dat de mens zo meedoet in hetgeen hij vertelt, dan geldt dat dus ook voor mij hier vanavond. Hier op dit podium. Pas dus op voor menselijke interpretaties. En ik vraag jullie vanavond, dat klinkt misschien heel gek, om mij niet te geloven. Leer onderscheidend te luisteren, zodat je hoort, dat is de mens die aan het woord is, in dit geval Koos, en dat is van de Heilige Geest, wat hij wil mij onderwijzen, wat hij vanavond mij wil leren. Wat geloof je nu eigenlijk? En ik wens jullie de hulp en de bijstand toe van de Heilige Geest, want van hem staat geschreven dat hij kan leiden in alle waarheid. Hem heb je dus nodig. Opnieuw, wat geloof je nu eigenlijk? Niet voor niets is het thema gekozen. Het is namelijk heel menselijk om mensen te geloven. Het is heel menselijk. Dat wat hun zeggen en vooral hoe ze het zeggen, als waarheid aan te nemen. Ik ga je uit de Bijbel een voorbeeld hiervan geven om deze stelling te bewijzen. De eerste brief die geschreven is naar de Korintiërs, een paar versen eruit. De Heilige Geest is door de middel van de apostel Paulus hier aan het woord. En hij zegt, ik bid u, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, en dan moeten ze het volgende genoemd, dat gij allen hetzelfde spreekt. Dat er onder u, goed onthouden deze, geen scheuringen zijn. Dat gij samengevoegd zijn in één en dezelfde zin en in hetzelfde gevoelen. En waarom schrijft hij dit? Nou, dat zegt hij ook. Want het is mij bekendgemaakt, mijn broeders, door degene die van het huisgezin van Chloe zijn, dat er twisten zijn onder u. En dit zeg ik. De ene zegt, ik ben van Paulus. De ander zegt, ik ben van Apollos. Die is van Cephas. En ik zeg, de volgende ben van Christus. De Heilige Geest reageert hier gelijk op. Moet je opletten wat hij zegt. Door Paulus heen, een mens. Is Christus dan gedeeld? Oh. Is Paulus voor u gekruisigd? Nee. Of zij het geen Paulus naam gedoopt? Het wordt hier heel sterk veroordeeld. Het ik ben van. Of ik geloof Paulus, Apollos, Cephas. God, de Heilige Geest, laat Paulus direct hierop reageren in de eerste brief aan de Korintiërs. En hij valt eigenlijk als het ware gelijk met de deur in huis. Dus het allerbelangrijkste zit je vooraan meestal. Hè? En hij zegt, zonder omhaal, stoppen hiermee. Ik ben van, ik geloof. Gelijk in hoofdstuk 1. Dit kan en mag niet in het koninkrijk van Jezus. Let wel, deze mensen hadden de Bijbel nog niet compleet. Wij wel. Kenden ze dus al, wisten ze dus al dat dat niet mocht. Het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden. Sterker nog, zij waren het Nieuwe Testament. En hun doen en laten is voor ons allemaal opgeschreven, opdat wij hierdoor onderwezen zouden worden hoe het gaat in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Wat je wel mag doen en wat niet. Kan je de Korintiërs kwalijk nemen dat ze zo menselijk handelden? Ze kozen voor de persoon, zijn wijze van doen, en die volgden ze. We zeggen dan, zij hingen hem aan. De een was gecharmeerd van de theoloog Paulus en van zijn wijze van spreken en doen. De ander was gecharmeerd van de welbespraakte en verderop in de Bijbel staat de machtig in woorden zijnde Apollos, tegenstelling van Paulus. En ze volgden hem, zijn wijze van doen, spreken en laten. Weer een andere groep was weg van Petrus, een eenvoudige visser die door de Heer Jezus zelf was uitverkoren om de heidenen het evangelie te verkondigen. En hij had ook zijn eigen manier van spreken, doen en laten. En in no time waren er in deze jonge gemeente van Christus scheuringen. En het oorspronkelijke woord wat er staat, staat voor het woord schismata. En dat betekent verdeeldheden. En God grijpt gelijk in. Gelijk. Stoppen hiermee, zegt hij. Stoppen. Dit mag niet en dat laat hij ons hier zien. Vraag je. Als jij nou in deze tijd had geleefd,
En het thema van vanavond was geweest, wat geloof je eigenlijk, op een gemeenteavond die daar in Korinthe was besproken. Voor wie had jij dan gekozen? Want gekozen had je. Want ook jij hebt voorkeuren naar wie je graag luistert. Passend bij je eigen karakter, bij je eigen identiteit, je wezen. Ook jij maakt keuzes wiens leer en leven je gaat volgen. Waar je dus bij wilt horen. En als iemands gedrag je niet aanstaat, of zijn manier van doen, dan is het niet makkelijk om deze persoon te volgen. Of personen na te volgen. Dat is toch heel verklaarbaar, dat begrijpen we toch allemaal? Het is zo menselijk. Het gebeurde daar in Korinthe, gelijk. En het gebeurt hier in Nederland. En laten we goed begrijpen dat het hier niet ging om groepen van mensen die dwaalleraren aanhingen. Ik bedoel dit. Als Paulus nu geleerd had dat Christus niet was opgestaan, dan heb je een Bijbelse reden om hem niet aan te hangen, om niet met hem mee te gaan. Als Apollos geleerd had dat Christus niet de Zoon van God was, dan heb je een Bijbelse reden om er niet in mee te gaan. Maar dit alles speelde hier helemaal niet. Of is er iemand van jullie die durft te beweren dat Paulus, Apollos of Cephas onbijbelse waarheden sprak? Nee, hè? Dus waarom kregen ze dan volgelingen? Op een manier die ze zelf niet wilden en die de Here afkeurde. Afwees, verbood. Let op, dit is het antwoord. De mens in Korinthe viel voor de persoon. De accenten die de een anders benadrukte dan de ander wellicht. Karakters van de predikers speelden een rol. In ieder geval zal geen van de predikers het woord verkeerd gebracht hebben. Wel deden ze dat op een manier die bij hun paste. En allen werden geleid door één en dezelfde geest. De Heilige Geest. Onderscheidend vermogen was er blijkbaar nog niet in deze jonge gemeente. En de gemeenteleden kozen de priester die bij hun paste, bij hun identiteit, bij hun beleving, bij hun welgevoelen. Zo verklaarbaar. Wat leert de Heer ons nou hier? We doen vanavond de lezing in 3 blokjes, dus we gaan alweer naar een afronding van blokje 1 en dan gaan we wat zingen. Wat leert de Heer ons nou hier in het eerste blokje? Begrijp je het o zo menselijk gedrag hierin? Begrijp je het? En dan de vraag, waarom verdroegen ze elkaar nou niet? En waren er verdeeldheden? En werden toch geen Bijbelse onwaarheden verkondigd? Was het wellicht omdat ze niet de moeite hadden om elkaar te gaan leren verstaan vanuit de schriften, te verdragen, dat zo mooi staat in het stukje over de liefde, die verdraagt alle dingen. Denk eens aan de mannen van Berea. Paulus was daar komen preken en spreken en zij onderzochten of hetgeen wat Paulus zei was naar de schriften. Dat was de norm. Niet de persoon Paulus, maar wat hij bracht was het naar de schriften. Ze keken niet naar Paulus, ze onderzochten de Bijbel. Als ze dat gedaan hadden in Korinthe, dan, ja wat dan? Beseffen we eigenlijk wel voldoende met elkaar, wij hier in Nederland, dat wij allen de waarheid maar ten dele kennen. En dat staat na het stuk over de liefde. Wij allen kennen de waarheid maar ten dele. En dat we dus juist elkaars hand en voet kunnen, moeten en mogen zijn. Dit vergt echter inzet van ons. Afsterven van eigen gelijk en inzichten. En niet steunen op eigen inzichten, leert de schrift ons. Als afsluiting van het eerste blokje wil ik jullie de volgende stelling meegeven. En denk er maar eens over na. Wat een boel menselijke invloeden, wordt die geprojecteerd? Nee. Laten wij toe in de gemeente van Christus. Nou, mag je het even mee doen. En we gaan een lied zingen en terwijl we dat gaan zingen, ga ik jullie vragen om over de volgende 3 dingen na te denken, naar aanleiding van deze stelling. Wat een boel menselijke invloeden laten wij toe in de gemeente van Christus.
De eerste vraag is, hoe werkt dat bij jou? De tweede vraag is, hoe werkt het in het geheel in Reformatorisch Nederland? En de derde, meest allerbelangrijkste vraag is, en hoe zou de Heere dat zien? En terwijl we hierover nadenken, zingen we een lied wat alles te maken heeft met hetgeen we zojuist besproken hebben. We zingen een echt jongerenavondlied. Samen in de naam van Jezus. We zingen, de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Dat doet de Geest. We zingen, de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. We zingen samen in de naam van Jezus. Voordat we nu de Corinthiërs voor dom gaan verslijten, gaan we nu kijken naar onze eigen wereld. De reformatorische gezindte. En dat doen we niet om nou eens stevig te gaan zitten fitten. Maar het is bedoeld om ons stil te maken. Jullie hier in de zaal en u thuis die straks meekijkt. We willen nadenken over wat de Heere ons door middel van de Corinthiërs onderwees. En we willen naar onze eigen wereld kijken. Laat het ons allen onderwijzen, wat God zei tegen de Corinthiërs. De reformatorische gezindheid heeft ongeveer 350.000 mensen. Allemaal met hun eigen karakters, inzichten en meningen. Er zijn een aantal kerkelijke hoofdstromingen. PKN, op gereformeerde bond, zo heette dat vroeger. Christelijk gereformeerd, hersteld, hervormd, gereformeerde gemeente in Nederland, binnenverband en buitenverband, oud-gereformeerde gemeente in Nederland. Dat zijn een beetje de hoofdstromingen. Dan heb je nog wat kleintjes, niet oneerbiedig bedoeld. Vrij oud-gereformeerde gemeente, hervormd lokaal, vrije evangelisatie, hervormd evangelisatie, revo-baptisten, ook dat nog. En verder nog een aantal afgescheiden gemeenten, in totaal 60 stuks. En dan wordt er ook nog eens in bijna al deze kerken, stromingen, gesproken van een rechtergedeelte van de kerk, een linker gedeelte. We hebben er die in het midden zitten, we hebben er die rechts van het midden zitten en we hebben er die links van het midden zitten. Wie moet je nou eigenlijk geloven? Moeilijk, hè? Al deze kerken kunnen niet samen met elkaar door één deur, hetgeen de feitelijkheid van deze lijst al bewijst, door een journalist van het Reformatorisch Dagblad opgesteld. Want als we wel met elkaar door één deur zouden kunnen, dan zou die lijst niet bestaan. Het overzicht.
Velen roepen ook nog dat ze de ware leer verkondigd hebben, verkondigen. Het mogen nog waar zijn ook. En nu? Wie geloof jij nu eigenlijk? Wie? Als je de hele lijst bij elkaar optelt, kom je aan meer dan 100 stromingen. Op zijn minst bedenkelijk te noemen, toch? En we lazen in de Bijbel net dat de Heere God zelf al heel snel ingreep toen bij de Korintiërs er 3-4 stromingen waren. Dat waren er maar 3-4. Zomaar is een vraag bedoeld om jullie weer eens na te laten denken over dit alles. En over de ernst van dit alles. Stel, naar de mens gesproken, er komt iemand vanuit de wereld en die wil zich aansluiten bij de reformatorische gezindte. Waar moet hij zich melden dan? Moeilijk, hè? Maar ook heel pijnlijk. En als je over dit alles wat we net lazen en op feitelijkheden gebaseerd, als we daar nu eens het gebed van de Heer Jezus overheen leggen, wat hij doet naar zijn vader. Hij zegt, vader, ik wil dat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Wie geloof jij dan nou nog eigenlijk? En daar sta je dan als jong mens met zoveel geluiden om je heen. En wat kunnen wij ons goed voorstellen dat je de vraag krijgt en die we al ik weet niet hoeveel gekregen hebben. Wie of wat moet ik nu geloven? En je stelt een terechte vraag. Het is namelijk het logische gevolg, deze vraag, van deze verwarrende verdeeldheid. Bij wie moet je nu zijn voor je antwoord? En dan nog een gevolg van dit alles. Dominee van der Belt zei op het podium van de familiedagen, wat is er veel geloofsonzekerheid in onze kerken? Zo, nou, maar weer eens een stelling van maken. Om erover na te denken. Van deze conclusie getrokken door niet de eerste de beste. De stelling is, ik geloof dat dit alles te maken heeft met de enorme verdeeldheid in ons huis. We trekken niet meer met elkaar samen op. We zien elkaar niet. We luisteren niet meer naar elkaar. Dus we leren en onderwijzen elkaar ook niet meer. We zitten niet meer samen in één huis. Dus het onderlinge corrigerende vermogen is ook weg. Met alle gevolgen van dien. We hebben allemaal ons eigen huis gebouwd. En ieder heeft zijn eigen herders en leraren. Ieder huis heeft zijn eigen accenten en waarheid. En niemand wordt meer gecorrigeerd. Door wie zou dat dan moeten gebeuren? Wie is nu de baas van de reformatorische kerken? Wie zegt mij nu wie er de waarheid heeft? Nog erger, wie zegt mij nu wat en wie ik moet geloven? Moeilijk, hè? Werkt de Heere dan niet in dit o zo verdeelde huis? Zeker wel. Hij, de Allerhoogste, is niet gebonden aan de mens met al zijn geluiden en eigenaardigheden. Hij is wel de enige die met een kromme stok recht kan slaan. Dat is goddelijk dus. Dat is niet menselijk. Hij heeft overal zijn knechten zitten. En overal zijn kinderen. Net als in die gescheurde gemeente van Korinthe. Maar het is wel een genadewonder. Dat mag duidelijk zijn. Het is bepaald geen verdienste onzerzijds. Beseften we dat allemaal wel eens meer bij elkaar? Zo gecompliceerd allemaal. En ik ga het nog complexer maken. Niet om dat met een groot genoegen te doen. Nee, zeker is te weten van niet. Maar opnieuw om je duidelijk te maken de stelling van het vorige blokje. Wat een boel menselijke invloeden laten wij toe in onze gemeente, de gemeente van Christus Jezus. Duidelijk is dus dat we een enorme verdeeldheid en richtingen hebben. Scheuringen genoemd in de Bijbel in onze gezindte. Vele kerkverbanden tot gevolg hebben. En al deze kerkverbanden hebben ook weer hun eigen leiders die ook weer hun karakter meenemen. Op zich helemaal niks mis mee. Prachtig zelfs. En ieder kijkt op zijn manier tegen de schriften aan en spreekt eruit. Eigen accenten leggend. Niks mis mee. Als je tenminste in één huis zou zitten.
En dat er dan meerdere meekijken om eenzijdigheid in de uitlegging te voorkomen. Eenzijdigheid in de uitlegging in de schriften. Maar dat gebeurt nu nauwelijks. Vraag je, wie zou dat dan moeten doen? Eigen accenten leggen, Koos. Ga het je uitleggen. Er zijn veel soorten van mensen. Nou, dat klinkt wat oneerbiedig, maar ik heb het gewoon even nodig, iets kort door de bocht om een punt te maken. Je hebt bijvoorbeeld pessimisten en optimisten. En nu zijn beide predikant. Ze lezen beide dezelfde Bijbel, smeken beide om de leiding van de Heilige Geest. En toch zal er op het kansel een enorm verschil zijn in hun preken. De pessimist zal andere accenten leggen, anders spreken als de optimist. Dat is toch logisch? Zij zien vanuit hun wezen hoe ze zijn, beide op een andere manier naar de Bijbel en spreken en preken eruit. Nog een voorbeeld. Je hebt autisten en creatieve geesten. De autist zal sterk denken in vaste patronen. Alles gestopt in een vastgesteld schema. De creatieveling zal dit juist nooit doen. Beide zullen met hun eigen wezen op de kansel de gemeente dienen. En beide geloven door de geest van God geleid te zijn. En het is nog waar ook. Hun bedieningen zijn echter tegenovergesteld aan elkaar. En de uitwerking van hun bedieningen ook. Ze hebben beide hun eigen gehoor. Nog één. Twee predikanten. De ene predikant heet meneer Ernstig en meneer Serieus. En de andere heet dominee Vrolijk en Orthodox. Beide zullen in hun vorm van leiding geven aan de gemeente hun hele wezen meenemen. De een zal in alles ernstig en serieus zijn. En de ander gebruikt her en der zijn vrolijke karakter. Tegenpolen dus. Echter, beide zijn kinderen van God. Beide dienen dezelfde heiland, Jezus Christus. Hun gemeentelijke bediening en prediking echter zal wel de ene mens aanspreken en de andere juist afstoten. En dan heb je ook nog eens dat de ene mens heel erg bezig is met de verkiezende God. En weer een ander is zo geraakt door de gane vergevende God. Je gaat het terug horen in de prediking. De volgende is getroffen door de blijdschap die er is in Christus. En weer een ander is een topper die het maar niet kan geloven dat het ook voor hem is. Een soort Thomas dus. Je gaat het terug horen in de prediking. De volgende noemt de Heere zijn vader. En de ander vindt de Heere te heilig om dit uit te spreken en zal dat ook nooit doen. Je gaat het terugvinden in hun prediking. Dominee A ziet dingen in de schriften die dominee B helemaal niet ziet staan. Je gaat het terughoren in hun prediking. En tot overmaat van ramp heb je ook nog eens jij daar. Nou, is onze wereld gecompliceerd of niet? Ik ga je dit vertellen en knoop het maar in je oren, opdat je weet waarom het zo moeilijk is. Het is duizelingwekkend complex. Extreem zelfs. Onze kerkmensen zit vol met mensen zoals jij en ik. Allemaal met ons eigen lek en gebrek. Optimisten, pessimisten, autisten, narcisten, de precieze, de rekkelijke, meneer voorzichtig, ernstig en beducht, heren vrolijk en orthodox, heren voorzichtig en achterdochtig, heren gunnend en ruim, mannen als Thomas en mannen als Petrus, Paulus en Demas, Petrus, jawel, en Judas. Alles is er. En velen hebben nog de leiding ook. Je gaat het terug horen en zien in hun bediening en in hun prediking. Nou. Wat een relaas, denk je wellicht. Weet echter dat het op feiten gebaseerd is. Gefundeerd. Het is geen bedenksel, dat we zomaar even hier bedenken. Het is gewoon de waarheid. Sluit je ogen er niet voor. Je kan je afvragen, is er dan eigenlijk wel een antwoord voor onze vraag van vanavond? Wie of wat geloof je eigenlijk? Wees getroost, dat antwoord is er. De Bijbelse waarheid leert ons ook dit. Dat wanneer de vraagstukken zo complex zijn,
de mensen niet meer overziet, dat dan onze God vaak zo'n verrassend eenvoudig antwoord heeft. We gaan eerst een psalm zingen. En als je goed leest wat we gaan zingen, zie je dat daar het antwoord van deze avond en van ons thema in verscholen zit. We gaan zingen psalm 56, vers 5. We zongen zojuist, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vertrouw op God. Wat sterveling zou mij schenden. Geloof je het zelf? Geloof je het? Het gaat hier alleen over God en zijn woord. Dat zongen we net. De sterveling, de mens, die wordt hier neergezet als een bedreiger die je kan schenden. Zo zingen we het, dat staat er. En dat het een waarheid is, die sterveling die jou kan schenden, hebben we vanavond ruimschoots gehoord en bewezen. Zoveel mensenwerk bepalen onze kerken. Niks nieuws onder de zon. Laten we dan eens kijken, hè? Als je dit zingt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hè? Laten we eens kijken wat jij dan gelooft. Wie geloof je eigenlijk? Uit het woord en van het onfeilbare woord van God. Ik ga met jullie een fenomenaal Bijbelgedeelte lezen. En hierin, in dit gedeelte, vertelt God aan zijn schepsel wat hij wil, God, dat dat schepsel moet gaan doen. Moet, hè? Het is een gebod. Door God zelf ons geboden. Het is dus niet vrijblijvend zo van, nou ja, kijk maar wat je ermee doet. Nee, nee. Nee, dit moet je doen. Wie je ook bent, wat je ook bent. En dit gebod mag je niet naast je neerleggen. God heeft namelijk recht op jou. Op ons. Vanuit zichzelf. Hij is onze eigenaar. Hij is onze schepper. Hij is onze creator. En daarom mag hij gebieden wat hij hier zegt. Van boven zeggen de oudjes wel eens naar beneden. Hij zegt dit. Gij zult de Heere, uw God, lief hebben. Hoe? Uit geheel uw hart. Uit geheel uw ziel, dus je hele wezen. Uit geheel uw verstand, doe dus ook mee. En uit geheel uw kracht. Maar waarom doen wij dat dan niet? Wie geloof jij dus eigenlijk? En u thuis?
Wie gelooft u nu eigenlijk? Er zijn er dan die zeggen dat we dit niet kunnen. God liefhebben, God gebiedt het en dan gaan wij zeggen. Er zijn er zelfs die zeggen dat je dan eerst, nou ja, vul maar in. Geloof je dat? De Heere heeft het hier helemaal niet over. En hij weet heus wel tegen wie hij het zegt, hoor. Hoe wij zijn. Wie wij zijn. Mensen die ziek zijn van de zonde. Dat zijn wij. Geen prachtige mensen, zegt hij daartegen. Maar de mens die kapot gegaan is in het paradijs door zijn zondeval. En ondanks dat, hij die als geen ander weet wie we zijn, geeft hij het bevel om hem lief te hebben. Opnieuw de vraag. Wie geloof jij? En door zijn gebod te gehoorzamen, ontvang je een groot loon. Dat leert onze geloofsbelijdenis. Vanuit de Bijbel verwoord. Je gaat namelijk in de gaande weg, in die gehoorzame weg, wandelen met hem. Met hem. Je gaat door zijn gebod te gehoorzamen, hem leren kennen, van wie gezegd wordt, hij is liefde. Je gaat ontdekken dat je een zondaar bent voor hem, oh ja. Je gaat ontdekken dat het echt waar is wat er van de Heere geschreven staat. Hij is een God die, ja het staat er echt, gaarne vergeeft. Hij is een vader die voor zijn kinderen zorgt. Hij gaat door de geest je Christus meer en meer doen zien. Je gaat soms dronken van liefde zijn. Ted, zijn we 3 dagen vol liefde geweest. Ik kan wel huilen als ik eraan denk. En waarom? Omdat we op een beurs stonden en we God grochten groot maken. Hij was er. En dat gun je iedereen. Hij gaat je liefde geven voor zijn woord, wat we vanavond zoveel geciteerd hebben. Je gaat het lezen, lezen, lezen en nog eens lezen. Je gaat in deze schat, hè, die hier ligt, zo verschrikkelijk veel zien. Meer dan jij ooit voor mogelijk had gehouden. Ik kan het wel uitjuichen. Wie kan nou dit geweldige boek van onze God dichtlaten? Dit ga je opeten. En het is niet op een A4'tje te omschrijven wat je gaat meemaken en leren als jij zijn gebod gehoorzaamt. Jij zult mij liefhebben. Commentaar. Commentaar. Wie geloof je nou eigenlijk? Hem? De waarheid is echter dat dominee van der Belt op het grootste reformatorische podium publiekelijk zijn zorgen moet uitspreken. Wat is er veel geloofsonzekerheid in onze kerk? En ook daar ga ik je een antwoord op geven. Geloofsonzekerheid bestaat, let goed op, omdat er zoveel mensenvrees is. Omdat de mens zoveel invloed heeft op jou en op u. De kerk met al zijn dogma's, de theologie, de mensen, de ambtsbroeders, de dominee, de leer, alles heeft zeggenschap. Je vindt je prediker geloofwaardiger als het woord van God zelf. Je stelt zijn mening en die van de kerk, welke kerk? Boven die van het woord van God. En je onderzoekt niet of hetgeen hij spreekt, leert, uitdraagt, is naar de schriften. Zal ik je een voorbeeld geven uit Zeeland? Hoe dat werkt, hoe de macht van dominees werken. Vrij recent is in een van de Zeeuwse kerken door een dominee gezegd tegen de catechisanten, naar aanleiding van die nieuwe statenvertaling met uitleg, en daar staan een paar fotootjes bij. Die kan je beter bij het oud papier gooien, zei de dominee. En de meeste mensen geloofden dit. Waarom? Omdat dominee het zei. En die heeft gelijk. Degene die dit mailde is onderwijzer op een van onze scholen. En hij schrijft dit. En dan sta jij als leerkracht voor zo'n groep de ochtendopening te doen. Met die bewuste Bijbel in je hand. En dan word jij niet geloofd. Heftig.
Want die Bijbel is gewoon de Statenvertaling. Alleen zijn er naast de Statenvertaling plaatjes en foto's meegezet. Maar de dominee heeft gezegd dat je hem in de krantenbak moet gooien. Het is nog nooit zo belangrijk geweest in deze verwarrende tijd. Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de bron, de waarheid te onderzoeken. Wat is waar? Hij gebiedt je hem lief te hebben. En deze opdracht leg je naast je neer. En je ruilt hem in voor de een of andere religieus getinte opvatting. Met alle gevolgen van dien. Je geeft te veel aandacht aan de mens, zijn woord, zijn uitleg, zijn charisma. Je mag van die mens houden. Dat is trouwens ook nog een gebod. Doe dat maar. Maar je mag nooit de mens boven de zeggenschap van het woord plaatsen. Zelfs de teerste en mooiste liefdesrelatie op aarde, ouders en kinderen. Kinderen worden geboren uit de ouders. Daar zegt de Heer Jezus van, als je die stelt, hè, boven mij, ben je mij niet waardig. Niet dus alles blindelings geloven en omarmen. Wat ze dus zeggen, het zijn ook maar mensen, hoor. Hoe vaak hoor je dit in een gesprek even? Ja, de dominee zegt zo en onze kerk leert zo. Dat is mooi, echt. Hij is de herder door Christus over je gesteld. Heb hem van harte lief. En wees zuinig op het huis, je kerk, het huis van God. Maar de feitelijkheid van de opgelezen kerkverbanden, stromingen, scheuringen, moeten je wel echt te laten nadenken. Wie moet ik geloven? Is hetgeen gezegd en geleerd wordt gedaan naar de schriften? Heb de kerk met zijn voorgangers opnieuw hartelijk lief. Maar laat ze niet de absolute macht in je leven hebben. Die komt Christus en zijn woord toe, hoor. En verder niemand. We hebben de paus toch weggedaan in de reformatie. De paus die had de absolute macht over de schapen. Wat hij zei, dat was waar. Manieus. En de grootste prediker, net voor Christus, geeft het juiste voorbeeld. Hij zag Christus, Johannes de Doper. Hij begreep het helemaal. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Het is Christus en Christus alleen. En hier heb je het levend geworden woord, Christus zelf. En hiermee gaan we afsluiten. Zoveel stof heb je gekregen om over na te denken. Leg het maar naast de Bijbel. En als het niet geweest is wat ik gezegd heb, naar de schriften, vertel het me. Want wee mij, indien ik iets leer wat niet van God is. Samenvattend de boodschap van vanavond, van dit appelwoord. Niet alleen de boodschap, het is ook de les trouwens. Wat een verdeeldheid, schismata, is er in een deel van het Nederlandse huis van God. En dan hebben we het nu nog alleen nog maar over het reformatorische gedeelte. Wie geloof je eigenlijk? Wat een persoonlijkheden in dit deel van het Nederlandse huis van God. Wie geloof jij eigenlijk? Wat een meningen op theologisch en dogmatisch niveau in dit deel van het Nederlandse huis van God. Wie geloof je eigenlijk? En wat is er nog veel menselijk werk in dit deel van het Nederlandse huis van God? Wie geloof jij nu eigenlijk? Wat nu te doen met dit alles? Nou, een eenvoudiger antwoord als wat ik je nu ga geven, wat God jezelf gaat geven, kan ik je toch niet geven? Heb de Heere lief. Met je hele hart. Met je ziel. Met je verstand. Met al je kracht. Laat zijn woord hier. En zijn zoon, Jezus Christus, je leven bepalen. Leer de stem van de geest te verstaan. Wees dankbaar voor je kerk en voor degenen die over je gesteld zijn. Bid gedurig voor ze. Leer onderscheidend te luisteren. En onderzoek alle dingen. Wat is van God? Wat is van de mens? Wees en word zelfstandig.
Zoek de gemeenschap der heiligen. Het ene is individueel, het andere is collectief. Spreek mensen aan over wat je door de genade hebt mogen ontdekken in de schriften. En wees niet bang om eens alleen te komen staan. Trouwens, je staat nooit alleen. Nooit. Wees bereid verantwoording af te leggen van de hoop die in jou is. Getuige hiervan. En wees ook overtuigd van het feit dat jij niet hoeft te overtuigen. Getuigen. Dat doet de Heilige Geest, overtuigen. Laat door je hele leven heen zien dat het met jou is. God and God alone. En met deze belijdenis willen we dit appelwoord dan ook afsluiten. Spreek en zing het maar uit volle borst. God and God alone. Ik wens jullie zegen in de verwerking van dit alles. Vragen, opmerkingen, vooral je vragen op te schrijven op de briefjes die je achter in de zaal kunt vinden.